lekker aan een kopje koffie. En ik sta nu in Lüneburg. Dat is vlakbij Hamburg. Eigenlijk 3 kwartier rij. Ook al heb ik er gisteren. Ik ben gistermiddag hierheen gereden. Ik heb er ruim 1,5 uur over gedaan omdat ik in de file terecht kwam. Nou ja. Lüneburg is echt een leuk stadje. Ik denk dat voor heel veel mensen het heeft. Het is natuurlijk een veel kleiner dan Hamburg. Het is echt een beetje een provinciaal stadje, maar heel mooi historisch centrum. En waar ik nu sta, dat is echt aan de rand van een bos, van een natuurgebied. Ik werd vannacht wakker bijvoorbeeld door. Door de roep van een uil. Nou ja, dus het is echt een heel mooi gebied. Ik heb nog maar een klein stukje ervan gezien. Maar ik straks even een stuk fietsen. En dan hoop ik er wel meer van te zien. Het is ongeveer 10 minuten fietsen vanaf het centrum. En ik heb deze plek, de camperplaats. Of het is niet een officiële camperplaats. Maar het is echt een parkeerplaats waar je ook 's nachts mag overnachten. Gevonden via de Park for Night app. En hier in Lüneburg is ook woont een bevriende kunstenaar. Een Nederlander ook. Maar hij woont hier al jaren in Duitsland, in Lüneburg. En een aantal jaren geleden heb ik samen met hem geëxposeerd hier. En ik dacht, het is leuk om hem weer zo te bezoeken. En hij, natuurlijk hebben we dan weer plannen gemaakt voor nog een keer een expositie. Misschien volgend jaar of zo. Daar gaan we even naar kijken. Maar ik laat even wat beelden zien van waar ik sta en de omgeving en het stadje. Nou, hier sta ik dus. Gewoon een parkeerplaats. En wat ik al zei, is aan de rand van het bos. Ik vind het een heel mooi plekje. Ik zit de kunstenaar en ik heb bezoek uit Holland van Adam. Yes. En daar ben ik heel blij mee, want collega's en goede vrienden. En het is vandaag een bijzondere dag. 17 jaar geleden geboren op aarde, maar het leven gaat verder, ook na de dood. Dus we hebben nog heel veel ruimte. Mooi! En dit zijn de schilderijen van Jan. Een beetje donker, maar je kunt er wel wat van zien. Nou, en hier heeft hij ook heel veel van zijn werk hangen. Als je dus in Lüneburg bent, bezoek Jan Balion. Je kunt op zijn website www.balion.de ook vinden waar zijn atelier en studio gevestigd is. En hij vindt het altijd leuk om bezoek uit Holland te krijgen.